Hoe een klein dorp als Lagemeerde groots uit kan pakken, werd duidelijk tijdens de Nacht voor Oranje op zondag 29 april. Voor elk wat wils, een mix voor jong en oud, allerlei muziekstijlen door diverse bands, een markt en theater. Voor mij staat Ad Vergessel, een van de organisatoren van de stichting Nacht voor Oranje. Ad, hoe zijn jullie erbij gekomen om zo groot op te zetten? Ja, het is eigenlijk zomaar ontstaan in de vergadering. We wilden eigenlijk vernieuwend zijn. En door een aantal ideeën zeg maar, die ter tafel kwamen, is eigenlijk hetgeen wat je hier nou achter mij ziet ontstaan. We heten dan de Nacht voor Oranje. Dat slaat natuurlijk niet helemaal op hetgeen wat we nu doen, want ja, het is overdag. Alleen het is een zondag, dus een zondag die kunnen we meer uitbuiten dan alleen in de avond. Dus we hebben een hele hoop werk om hier de tent en alles op te zetten. Ja, waarom dan niet vanaf 's middags al draaien? Het geeft gewoon extra kansen, de mogelijkheid ook om Lagemeerde op de kaart te zetten. En zodoende hebben we dit zo georganiseerd. Ja. Ook een nieuw ding, we willen eigenlijk een soort festival creëren die voor iedereen toegankelijk is, dus voor ieder wat wils. En het is echt een festival, dus met het theater, een marktje. Wat zei jij? Ga ik deze rok kopen? Nee, paas niet. Noem al die paas die erin. Dat is een allespasser. Dat ook. Echt een allespasser. Dat vind ik ook. Ik heb hem bij Harry Tuurling gezet, met al de gemeente door. Maar toch heb ik hem uit de vuilnisbak. Niet zeggen. Ja. Oh, je hebt dus in een kledingcontainer zitten. Ja. Wij worden uitgehaald, want anders komen wij ook niet aan zijn kleren. Hoor. Ja. Wij moeten toch je drank ook allemaal, die fles hebben we allemaal behaardig uit de container gehaald. Nou. Het is eenmalig. Laat ik het zo zeggen, wij kunnen dit niet ieder jaar doen. Want nou valt het op een zondag, met morgen een vrije dag, de Koninginnedag. Ja, jaarlijks komt hij niet in het weekend terug. Alleen als dit een succes is, en dat lijkt het op dit moment wel, zullen we wel gaan evalueren en kijken hoe we dit misschien ook andere jaren kunnen toepassen. En dan horen ook de kinderen bij. En dan willen we ouders trekken, vooral op een middag. Ja, dan moeten we ook iets voor de kinderen doen. En dat is ook leuk als je hier zo rond je heen kijkt en je ziet de kinderen in de grootste zandbak van de campen. En hier op een luchtkussen. Ja, dan denk ik dat wij dat als organisatie goed hebben gedaan. Wij zijn blij daar in ieder geval het publiek Lagemeerde mee te vinden. In het verleden is dat wel eens ooit een probleem geweest. De mensen dachten, wat ze nou in Lagemeerde te doen? We hebben al enorm veel reacties gehoord van mensen die toch de stap gewaagd hebben. En naar Lagemeerde zijn gekomen vannacht voor Oranje. En we krijgen heel veel complimenten. Het publiek is heel enthousiast. Dus ik zou zeggen, voor andere jaren kom ook gewoon naar Lagemeerde.